Hey, welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik heb een pakketje gekregen, dat heb ik zelf besteld. Dus dat is niet gesponsord ofzo, ik laat nooit sponsoringen doen van pakketjes. Ik heb eigenlijk nog nooit een sponsoring gehad, ondanks dat ik toch gevoerd heb. Het is echt heel mooi, denk ik. Ik denk wel dat jullie dat gaan kennen. Ik ben nog een beetje aan het opruimen, dus ik ben even bezig, maar ik wil toch het pakketje met jullie openmaken. Zo in een kartonnen doos. Dan ga ik daar straks een filmpje maken. Voor op TikTok. Maar ook voor het dagelijks leven te gebruiken. Wauw. Oh, wat een tekst heb ik gekregen. Ook nog. Wauw. Nu ben ik wel gesponsord. Ja, ik ben wel gesponsord. Ja. Dus ze hebben er iets bij gestoken. Dus die ben ik al gesponsord. Stickertjes. Mooi, hè, van Hoodie. En dat is ook van Hoodie, dus ik ga het jullie eventjes laten zien. Hoe ik dat straks ga doen. Zo. Ik denk wel eens. Zo, helemaal klaar in kostuum. Woody. Ik ben wel blij, je kunt er zo van alles in doen. Ik denk als je zo op straat zou lopen, dat iedereen zou denken van, is het hem of is het hem niet? Maar goed, we hebben ook nog iets anders gekregen van Like Me. Dat is Bluetooth, een puzzel. Dus die heb ik er gratis bij gekregen, €14,95. Wel cool, niet besteld trouwens, dus wel leuk. En de stickertjes, die vind ik ook wel heel mooi. Dus die gaan we ook eens uittesten. Of dat die het doet, ik ga die proberen openmaken, even mes halen. Mensen die zo dingen bestellen, je hoeft geen mes te gebruiken. Ik kan maar net achter. Je kunt dat gewoon eraf halen, maar dat kan ik pas later achter. Zo, even op te laden. Ik weet niet wat hij het meteen gaat doen. Dat weet ik nu natuurlijk niet. Ik denk dat je die eerst wel moet opladen en dan moet je dit aan je zakje hangen van je broek. Dat is wel leuk. Maar die kunnen we wel eens testen in de volgende video. Wel cool. Van Like Me. Dus die ga ik even in de doos doen. Wel cool, zo'n puzzel. Dus ik ben er wel blij mee. Dankjewel Catnet om deze gratis mee te geven. Zo. Laat de winter nu maar beginnen. Ik ben een mooie jas erbij. Dus dan heb ik echt zo die jas aan. Ik zal die jas even aandoen. Hij hangt hier nog trouwens. Dan ben ik echt in, niet dat ik zoveel zwart hou, ik hou eigenlijk heel veel van groen. Kijk, voilà, dat past bij elkaar. Dat is ook gemakkelijk op de helm. Als je dan een helm op hebt, dan kun je dat op je hoofd zetten. Dus ik ben wel blij met dit. Ik ga er zo een video van maken op TikTok. Dus ik ben wel heel trots dat ik dit heb gekocht. Het is echt wel heel mooi, je kunt het ook zo doen. Of zo. Ik vind het heel leuk. Heel blij mee met deze van Hoodie. Dus super blij. En de stickers ga ik ook ergens ophangen. Ik weet nog niet waar, maar komt ook nog in orde. Super tof eigenlijk. Ik heb daar €10 voor betaald. Dus er kan nog wat verzendkosten bij. Maar ik ben heel trots. En ja, met dit ben ik natuurlijk ook wel heel blij met die spreker. Dus luidspreker. Ik ben eens benieuwd hoe het gaat marcheren. Ik ga hem eens een keertje gebruiken. Dus ik ben wel een beetje fan van Like Me, dus van alle liedjes en zo. Dus het komt er goed uit. Ik heb trouwens ook een pagina daarvan van volwassen Like Me fans. Want er heel veel mensen zijn
die ook ouder zijn en die daar ook wel heel groot ervan van zijn. Maar ja, iedereen is daar gewoon welkom hoor. Dus gewoon lid worden en je zit onder de 18 mocht je opkomen. Dus we zijn wel trots. Echt heel tof. Trouwens, een leuk weetje. Bolstar heeft zijn, mijn account op TikTok heeft zijn 30.000 gehaald. Ik ben daar super, super fier op. Eigenlijk. Ik weet niet of je het goed kunt zien. Nee, ik kan het niet zo goed zien. Maar hij focust ook gewoon niet. Hallo, focus. Ja, maakt dat niet uit. Er staat dus 30.000 en ik ben er echt super fier mee. Ik wil daar ook jullie allemaal voor bedanken. Want zonder jullie was het natuurlijk niet mogelijk. En ook alle mensen die mij elke dag die me aanspreken op straat, die me tekeningen geven. Ik ben er echt super blij mee. Jullie betekenen dus super veel voor mij. Trouwens, als je... waar staat dat eigenlijk op YouTube? Ik heb nu iets nieuws op YouTube. En daar kan ik dus kleine postjes posten. En daar staat ook een post voor vragen. Dus als je daar vragen voor mij hebt, mogen jullie daaronder die gewoon stellen. Zodat ik daar de vragen goed kan beantwoorden. En dan kunnen we nog eens een Q&A houden. Want dat is natuurlijk al heel lang geleden. Ik ben ook al heel hard veranderd natuurlijk. Als je kijkt naar vorig jaar en nu. Dan zie je natuurlijk al dat ik zeer meer mannelijker ben geworden. Van uiterlijk natuurlijk, want van binnen was ik al een man. Maar nu zit de buitenwereld dat ook. En daar ben ik wel heel fier op. En trots ook als ik ga zwemmen en zo. Dan vind ik het ook altijd super leuk. Dat mensen mij zien als een man. Dus ik ben echt wel heel fier op mezelf. En trots dat ik dit allemaal heb kunnen doen. Want het spreekt natuurlijk niet voor zelfsprekend. Er zijn veel mensen die dit misschien wel willen doen. Of het nog niet weten. Dat ze eigenlijk in zo'n lichaam zitten. Dus ik ben wel fier eigenlijk. Dus trots op mezelf. Op mijn lichaam en alles. Dus ik vind me eigenlijk zelf wel cool. Heb je daar nog littekens van? Dan hoor ik nu. Ja, ik heb nog wel... het is nog niet 100% allemaal, maar ik blijf wrijven. Maar eigenlijk op zich heb ik daar niet zo'n probleem mee. Als ik in het zwembad ben of zo en dat zijn littekens of zo, ik heb daar geen probleem mee. Dat is hoort een beetje bij mezelf. Dus ja, ik ben wel trots eigenlijk op mezelf. En ja, ik wil zeggen, heb je vragen over mijn transitie of gewoon algemene vragen? Stel ze zeker gerust onder de post of hieronder. En dan gaan we die bundelen, dan schrijf ik die allemaal op of ik typ die uit en dan print ik die af en dan kan ik zo een Q&A houden. Dus ik ben echt wel heel, ja, gewoon helemaal blij met jullie, dus dank je wel daarvoor. Dus wil ik even zeggen, als je moest tegenkomen op straat, spreek me aan en ik maak met veel plezier tijd. Ik geef een handteken, een foto, een babbel. Dus jullie zijn gewoon de beste.